Kens, proficiat, dikke proficiat. In de sprint dan toch nog een bronzen medaille. Ja, denk wel. Ik had het echt niet verwacht, maar ik ben er toch wel zeker blij mee. Het was toch een klein beetje te verwachten dat je voor het podium ging rijden, hè? Ik had het niet verwacht eigenlijk dat ik een podium ging halen, maar ik had het zeker wel in gedachten. En dat is er dan ook uitgekomen, dus ik ben er echt wel blij mee. Het is ook opvallend, heel wat eerstejaars die toch bij de top 5 horen. Hè? Onbegrijpelijk in feite. 4 van de 5, dacht ik. Hè? Ja, 4 van de 5. Waaraan ligt dat? Sterke lichting, hè? Ik denk zeker wel een sterke lichting. Maar ik zou niet weten waaraan het ligt. Want ik denk zeker ook niet dat de tweedejaars slecht zijn, om het zo te zeggen. Maar ik denk dat we als eerstejaars echt wel goed zijn. Nu, dat opent wel perspectieven naar de toekomst toe. Met een kleine knipoog naar iets meer misschien. Ja, ik hoop zeker nu op een selectie voor het WK misschien. Maar dat is in het achterhoofd dat ik dat hou. Dus ik zou het zeker niet erg vinden als ik er niet bij zou zijn. Maar als ik erbij zou zijn, zou ik het echt wel heel hard appreciëren. Wat vond je zelf van je wedstrijd? Had er meer in gezeten? Was het gat naar de eerste misschien toch wel te groot van in het begin? Ja, ik denk dat Jordi zeker wel verdiend heeft gewonnen. Uitstanding, hè? Ja, ja. Ik denk dat ik er... daar had ik niet aangekunnen. Je was ook een beetje geïsoleerd, hè? Ploegenspel misschien? Wow, daar wil ik het niet op steken. Maar ik denk dat hij sowieso wel verdiend heeft gewonnen. Misschien een tweede plaats dat er nog had ingezeten. Maar ik ben zeker blij met deze derde plaats. En die plaats heb je behaald voor Hens Maas en niet voor de Stoempersclub uit Leuven? Nee, de vergunning is net aangepast. Dus dat is goed. Ik hoor ook binnenkort waarschijnlijk een paar wegwedstrijden voor Maas-Glabbeek mee te rijden. Hoorde ik? Ik rijd eigenlijk niet zo heel graag op de weg. Maar je gaat het wel doen, dacht ik. Misschien. Dat is nog niet zeker? Nee, nog niet zeker. Mountainbike-wedstrijden nog in het verschiet? Ja, dat zeker wel. Dat doe ik nog heel graag. Dus dat hoop ik nog zeker wel een paar te doen. Wat hoop je in feite nog te bereiken dit jaar? Dit jaar niet echt veel meer. Gewoon rustig naar het einde van het seizoen ballen, denk ik. Alleen nog in de Leelse Bergen. Nog een goed resultaat halen, omdat dat een thuiscross is voor mij. Maar voor de rest verwacht ik niet al te veel. Jouw kwetsuren, jouw elleboog, jouw pols en zo, die zijn volledig verleden tijd. Alles is genoeg goed geheeld. Ja, ja, ik heb er nooit meer last van. Dus ik denk dat dat verleden tijd is. Oké, veel succes naar de toekomst. Dank u wel.